Lopen jullie er ook tegenaan dat er te veel gedoe is rondom ouders? Te vaak negatief gedrag langs de lijn? Commentaar van ouders op coaches en kinderen? Of te fanatiek gericht op winnen? Hoe fijn zou het zijn als binnen jullie sport of op jullie vereniging de ouders bewuster zijn van hun rol en impact? En als het positiever en sportiever zou gaan? Zie je dat? Dat kan toch niet? Ah, nee, 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 Sportouder. Ineens ben je het. En niet iedereen weet hoe je een goede sportouder kunt zijn. En niet iedereen is zich ook bewust van hoe groot de impact is als aanmoedigende ouder op sportende kinderen en op de sportiviteit. Positief, maar dus ook negatief. Dit alles zorgt voor enthousiaste, maar soms te enthousiaste ouders. Fanatieke en soms te fanatieke ouders. En mondige en soms te mondige ouders. Het is ook best lastig, die rol als sportouder. Sport en emoties zijn al eenmaal nauw met elkaar verbonden. En bovendien gaat het om je kind. En wat daarmee gebeurt, raakt je snel. En dat is niet gek. En dus reageer je voor je het weet heftiger of emotioneler dan de bedoeling is. Het gevolg? We zien te veel negativiteit rond sportende kinderen. Met alle gevolgen van dien. Dat is niet goed voor de kinderen en voor de sportiviteit. En het trekt ook een behoorlijke wissel op verenigingen en trainers en coaches. Want het is aan hen om het allemaal in goede banen te leiden. Het gedoe rond ouders haalt bij vrijwilligers en coaches soms het plezier weg. En hoe jammer is dat? Verenigingen draaien tenslotte op vrijwilligers. Regels opleggen kan. Je kunt ouders vertellen wat ze wel en wat ze niet moeten doen langs de lijn of de baan. Maar de kans is groot dat iedereen zegt, prima, eens, dat doen we. Maar dat het toch niet gaat werken. Je kunt sancties opleggen als het echte spuigaten uitloopt. Maar dat maakt het er ook niet leuker op en is ook lastig om te doen. En echt helpen? Nee, dat doet het ook niet. Waarom? Het moet gaan leven bij ouders. Echt tot ze doordringen. Op een positieve, constructieve manier. Hoe je dat doet? Een spiegel voorhouden, uitleg geven en met ze in gesprek gaan. En dat steeds vanuit de impact van wat wij ouders doen op kinderen. En ze aan het denken zetten en het er samen over hebben. En tools geven hoe het wel kan. In opdracht van het Landelijk Actieprogramma naar een veiliger sportklimaat van NOC en SF... en het ministerie van VWS en de sportbonden, heb ik, Tisha Neven, kinderpsycholoog en opvoedkundige, samen met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, een themaavond Lang leven de sportouder ontwikkeld. Voor sportverenigingen, gegeven door ons getrainde mensen. Een avond waarin we al deze thema's de revue laten passeren. Om samen tot sportieve, enthousiaste ouders te komen, die hun kinderen echt ondersteunen in hun sport. En coaches en trainers de ruimte geven om hun werk te doen. We geven de kinderen een stem. Wat willen zij van hun ouders langs de lijn? Wat helpt ze en wat niet? Ze weten het precies. En als je dat koppelt aan een inhoudelijke onderbouwing van wat de impact van onze emoties en ons gedrag op kinderen is, en hoe je je kind het beste steunt in zijn sport en tijdens het aanmoedigen, en vervolgens samenkomt tot afspraken, dan heb je een goede kans van slagen. Zo'n avond is er dus. Wie wil dat nou niet? Ouders gaan aan het eind van de avond vol inspiratie en goede intenties naar huis. En om te zorgen dat de positiviteit van de avond wordt vastgehouden en zich ook echt als een olievlek uitspreidt onder de ouders op de vereniging, is er ook een spel gemaakt dat coaches met de kinderen kunnen doen. Zij kunnen dan via flyers en filmpjes hun eigen ouders vertellen wat zij willen van aanmoedigende ouders en wat niet. Kortom, deze avond en de concrete tools om daarna in te zetten, zorgen op verenigingen voor meer sportiviteit, minder gedoe met ouders, meer coaches en trainers die blijven, behoud van kinderen die lid blijven en vooral meer sportplezier bij kinderen. Willen jullie ouders langs de lijn die echt weten wat de impact is van hun gedrag? En met ze in gesprek om op een fijne sportieve manier kinderen te laten sporten? Haal dan het verenigingstraject Lang leven de sportouder naar je vereniging. En help hiermee je coaches en trainers, de ouders en vooral de sportende kinderen. Voor informatie of om hem aan te vragen kun je kijken op de site.